Ahoy, leuk dat je wil gaan kijken naar deze vlog Dromen Durven Doen 2.0. Want 1.0 was woonschip Robberdoes en we gaan nu verder met onze avonturen op sleepboot Robberdoes. En daarvoor moesten we natuurlijk eerst bij de notaris zijn om de overdracht te tekenen. En op 14 november 2024 werden wij de eigenaren van de sleepboot. Makelaar Mark van de Valk Jachtbrokers overhandigt ons de sleutel. Want de vorige eigenaar heeft besloten om niet aanwezig te zijn bij de notaris. Met de sleutel op zak reden wij terug naar Amersfoort, naar de vaste ligplaats van ons woonschip. Wij mochten namelijk van de nieuwe eigenaren al onze spullen in de groene container daar op de kade tijdelijk opslaan. En nadat wij de spullen uit de groene container hadden gepakt die wij de eerste paar dagen op de sleepboot nodig hebben, reed collega en vriend Edward ons naar Zaltbommel, waar wij op de sleepboot stapte, op onze sleepboot. De eerste klus wat we gingen doen is de naamborden. Want wij noemen deze sleepboot vanaf nu sleepboot Robberdoes. Dus in het donker met de lampjes op het hoofd waren Edward en Wim bezig met de naamborden te wisselen. En ondertussen was ik in de keuken bezig om een overschotel te maken. En jawel hoor, ook dat was gelukt. Dus de mannen proosten en daarna zat ik heerlijk met de voetjes op de bank te kijken wat de mannen allemaal aan het uitproberen waren. Na onze eerste nacht op de sleepboot was ik jarig en Wim had een cadeau meegenomen voor de allerliefste matroos. Nou, ik moest zo lachen met het uitpakken, want origineler kan je het bijna niet bedenken. Een sleepton, ook wel een cilinder genoemd. Dus op de eerste dag dat wij gingen varen, was ik nog jarig ook. Wat een feest. Een hele goede morgen allemaal. Vanaf sleepboot Robberdoes. We hebben onze eerste nacht gehad. En we gaan nu klaarmaken om zo te beginnen aan onze eerste vaartocht. Wim gaat nu het dak op om de mast omhoog te doen. Deze bel, die gaan we zo meteen wisselen. Want daar komt natuurlijk de nieuwe Robberdoesbel op. Kijken of ik Wim kan zien. Kijk, daar zit hij bovenop het dak. En dit is ze dan. Ik zal even hier langs lopen. Hoppakee. En dan stap ik van boord. Ik neem aan dat de kijkers de buitenkant ook wel eens willen zien nu. Gisteravond in het donker hebben we onze nieuwe naamborden er al op gedaan. Want vanaf nu heet deze sleepboot Robberdoes en onze thuishaven gaat zijn Vreeswijk. En nu ligt de mast nog plat, maar die is Wim omhoog aan het draaien. Het ziet er toch veel stoerder uit met zo'n mast omhoog. Hoppa. Nou, dan zullen we de voorkant ook eens eventjes laten zien. Kijk, ook hier de nieuwe naamborden erop en een geuzenvlaggetje hebben we erop gedaan. Oh, ik moet even opletten waar ik loop.
Nou, dit is ze dan. Ons nieuwe thuis. En het voelt ook echt al gelijk als thuis. Ook al moeten we alles nog ontdekken en is alles nieuw. Het voelt gewoon goed. Zit hij goed vast? Ja. Daar gaat hij dan. Onze nieuwe bel. En ze hangt onze nieuwe bel. Nou ja, nieuw. Deze bel hebben wij in 2016 gekregen van de buurt aan de Havenweg, toen wij daar op ons woonschip gingen wonen. Maar deze bel heeft nooit op het woonschip gehangen, altijd decoratief gestaan. En nu hangt die op onze nieuwe sleepboot. En we gaan nu bijna varen. Joepie, zin in. Spannend. Oh. Ga je hem nu starten? Ja. En de schermen staan al aan, zie ik. Ja. Ja, ik hoor wat. Oh. Hij praat. Ze praat. Ze praat. Spannend, hè? Alles is nieuw. Je moet alles ontdekken en uitvinden. Maar dat komt wel goed met Wim. Wie redt dat? Of niet Wim? Tuurlijk. Maar het is wel spannend en nieuw allemaal. Zeker weten dat we het goed doen. Lijkt het opgelost? Ja. Oh, we hadden gelijk al een probleempje, want een of ander alarm die ging niet uit, maar het lijkt is geregeld. Het lijkt opgelost. Besturing werkt. AIS is aan, marifoons aan, motor loopt. Check, check, check. En nu? Rasje los. Walstroom eerst afsluiten, denk ik, hè? Ja, dat lijkt me goed. Hij wil van zijn plek. Ze wil van de plek. Net als ik. We gaan de walstroom loskoppelen. Oké. Ja, geen losse bende op dek. Nee. Ga je het netjes opbossen natuurlijk. Wim, wat is het plan van aanpak? Want we hebben vier touwtjes vast. Ja, maak eens die los. Ja. Dan voor twee. Ja. Dan doe ik een klapje achteruit, dan gaat de kop om en dan mag je deze loshalen en dan gaan we weer. Dus dit is de laatste? Ja. Oké. We zijn los. We gaan de thuishaven van deze sleepboot Zaltbommel verlaten. Even kijken hoe het met de schipper gaat. Het zijn spannende eerste vaarmeters.
Gaan we de Waal op, hè? Ja. Kijken hoe dichtbij die echt zijn. Wachten tot deze twee, drie vrachtschepen, er komen aardig veel vrachtschepen aan. Ik weet niet of Wim op allemaal gaat wachten, maar dat zien we zo vanzelf. We hebben een geuzenvlaggetje gemaakt. Robberdoes Maritiem Service. We zijn gewend om op ons woonschip naar de vlaggen te kijken. Hoe de wind staat. Maar hier zat geen vlag op. Dus we hebben even provisorisch een geuzenvlaggetje gemaakt. Zo, het is druk op de Waal. Ik zal die man niet afleiden, want dit is serieus werk. Spannend kopje heeft hij hoor, je ziet het wel. Dat is ook helemaal niet gek. Kijk eens hoe mooi dat gaat. Voordat wij aan onze echte vaartocht gaan beginnen, zijn we nu even op koers naar een soort van insteekhaven. Om eerst eens even samen te oefenen met afmeren, draaien, van alles. We gaan eerst eens even lekker oefenen. Lijkt ons wel net zo verstandig voordat we echt de eerste sluis gaan pakken met deze sleepboot. Wim snapte niet waarom de boegschroef het niet deed. Dus in één keer bedenkt hij net van, oh stom, dat moet ik in de machinekamer aanzetten. Met dit beeldscherm kan je dus in de machinekamer kijken. Dat is echt grappig. Maar goed, dat betekent wel dat ik nu hier in mijn eentje in de hut sta en de boel in de gaten mag houden. Om het nog spannender te maken natuurlijk, hè. Kijk, zie je, dan loopt hij. Dan komt hij weer naar boven. Oh, dat is handig. Nou, en ondertussen is hier alles onder controle. Gaat het goed? Ja, super. Misschien even wel handig. Oh ja. Nou, ook even zijn handen wassen. En dan gaan we zo oefenen om voor het eerst eens af te meren. Dan mag deze matroos natuurlijk aan de bak, hè? Of niet, Wim? Wat zegt hij? We gaan zo eerst oefenen om af te meren, hè? Ja. Ja. Nou, ik laat het roer weer aan jou over, hoor. Nou, terwijl Wim aan het oefenen is, schenk ik nog even lekker een bakje koffie voor ons in. De pepernoten zijn ook klaar, want ja, Sinterklaas komt ook weer bijna in het land. Zo, kapitein. Lekker. Zo heet het tegenwoordig, hè? Ja. Geen schipper, maar kapitein op een sleepboot.
Lieve Anneke. Ja? We gaan bij paal nummer 3 aanleggen. En dan pakken we de derde boulder vanaf deze kant. Even kijken, paal, ja? En hier de middenboulder. Oké. Okay. Nou, gaan we proberen. Oké. Okay. Ik heb een touw klaar liggen. Die pak ik zo. Dus ik sta bijna op positie. Terwijl wij hier wat aan het oefenen zijn, komt er een andere schip hier afmeren. Die zullen vast wel denken. Wat zijn die mensen van die sleepboot allemaal aan het doen? Maar wie weet spreken we ze zo wel. Kunnen we het even uitleggen. Nou, en zo zijn we wat aan het uitproberen en aan het klooien. Even kijken hoe het werkt met zo'n sleepboot. Heel andere maat. Bolder zit op de andere positie. We moeten alles uitproberen. Zoals je ziet hebben we de mast trouwens naar beneden. Dat passen we niet onder bepaalde bruggen door. Gisteren op Brussel en uitzoeken. Gisteravond, je kan officieel maar die foto in de AIS niet omzetten. Schippers praten onder elkaar, hè? Altijd leuk. Deze schipper van Zuiderdiep, die vertelt net dat hij ons al vanaf 2015 volgt. Dus de grap is dat hij ons denkt te kennen. En wij hebben geen idee wie dat is. Is dat zo grappig? De schipper-eigenaar van Zuiderdiep heet trouwens Sander Klink. En voordat wij wegvoeren heb ik hem gevraagd om ons op de foto te zetten. Onze allereerste foto, saampjes, helemaal happy de peppy, op sleepboot Robberdoes. En daarna voeren wij weg en gingen wij voor het echie. En Sander Klink heeft dit vastgelegd op film. Deze beelden stuurde hij later na. Super aardig. Sleepboot Robberdoes trouwens is een zeewaardige sleepboot. En de afmetingen zijn 21,5 meter lang, 5,85 meter breed... Diepgang is 1,76 meter. Bouwjaar is 2009. En de ontwerper is Gaastmeer Jachtdesign. En ze is gebouwd door Heisman de Breeën. En de motor die erin zit is een MAN diesel 450 pk. Nou, dit was het voor deze keer. En de volgende ronde ga je zien hoe wij voor het echie gaan varen. Dus ik zeg dankjewel voor het kijken weer. Vinden wij hartstikke leuk. En heel graag tot de volgende ronde. Dan gaan wij varen op koers naar Vreeswijk. Toedeledokie!